Maar in ieder geval, we zijn er, Wim. En een heel goedemorgen. Welkom hier in het programma. De reden dat we jou hebben uitgenodigd is vanwege dat nieuwe album. En dat heet Kamerata. Dat gaat morgen officieel het daglicht zien, hè? Ja, morgen. Dan gaat het gebeuren. Ja. Ik heb er zin in. Ja. En op de eerste plaats, het album heet Kamerat. Waarom deze titel gekozen? Nou, dat zal ik je vertellen. Het nummer, de single die we eraf hebben gehaald, heet ook Kamerat. Ja. En ik heb, het gaat over mijn vader. Want wij hebben, dat zit niet zo. Mijn vader is, ik heb nog een hele jonge vader wat dat aangaat. En we hebben altijd gezegd van, we hebben zo'n goede band. We zijn eigenlijk kameraden van elkaar. Zo voelt dat ook. Ja. Ja, en ik vond dat toch wel mooi om ja, daarover te zingen. Ja. En het gaat eigenlijk een beetje de levensloop van, ja, zoals ik als kleine jongen tegen mijn vader keek, als tiener. En dan, ja, het laatste gaat over dat ik zelf vader ben. Ja. Het album, ik heb al een aantal tracks van jou mogen lenen, zoals het ware. Ik draai dus juist onder andere het nummer De Wereld. Dat is een cover van Corrie Konings. De Wereld is leeg zonder jou, maar jij noemt het De Wereld op dit album. Het opmerkelijk is van dat nummer dat zo bewerkt is, dat er in het begin zit er een lang intro van een harmonica in. Ja, dat doe ik zelf. Ik speel zelf mondharmonica. Dat is een van de instrumenten wat ik... ja, wat ik een heel mooi instrument vind om te doen. En zo heb ik de band ook gemaakt. Ja. Maar als ik dat, zeg maar, zonder mijn, als ik ergens optreed, dan moet ik, heb ik mijn mond al gelaten nemen, dan speel ik dat live. Dat vind ik het leuke ervan. Ja. Staan er nog meer covers op als deze, Wim? Ja, de blokhut nummer 10, wat ik heb gedaan, dat is eigenlijk zelf blok nummer 10. Ja. Maar wat ik jou toen ook eens aan heb gegeven, van als ik een koffer maak, dan doe ik het op mijn manier, maar op mijn eigen manier, zoals ik het mooi vind. En niet zoals het origineel, want dat vind ik niet zo leuk. En omdat ik zelf de muziek allemaal inspeel, heb ik daar zelf een vrije keuze in. Ja. En het album, zoals Kameraad en, dan moet ik even nadenken, de Stamcafé en zo, en de instrumentalen, dat zijn allemaal eigen nummers. Dat is ook in mezelf gecomponeerd, zeg maar. Ja. Er staat ook een nummer op. Dat is een beetje dialect, hè? Het nummer Mien. Ja, Mien Alles. Ja. Dat is in Nederland Mien Alles. Ja, en dat gaat over mijn twee kinderen. En dat is een cover van... dan kan ik het zo zeggen. Van... ik kom er even niet op de naam. Nou, schiet me zo wat te binnen. Maar dat is... ja, dat is helemaal niet zo. Ik denk dat nummer had ik al heel lang klaar, nooit wat meer gedaan. Ja. En iedereen zegt, jee, dat is zo mooi. Nou ja, dan komt hij op het album, gaan we gewoon doen. Omdat ik het toch ook wel heel erg belangrijk vind dat het Nederlands, of het dialect blijft bestaan. Ja. Want zo heb ik me ook opgegeven voor het Drentse Liedjes Festival. Ja. En daar heb ik ook zelf helemaal een nummer voor bedacht en helemaal in dialect geschreven. Dus ja, ik ben benieuwd. Ja. Want jij zei van een eigen instrument spelen, dat die harmonica bij dat nummer van De Wereld. Speel jij alleen dat of speel je nog meer instrumenten? Ja, toetsen doe ik dan. Want ik speel dus eigenlijk alle nummers die heb ik zelf echt allemaal ingespeeld. En dan trompet vind ik hartstikke leuk om te doen. Gitaar kan wel een beetje, maar dat zijn niet echt de instrumenten die waar ik mee op een album zou gaan doen. Maar zoals het mondharmonica, ja, dat vind ik gewoon een heel mooi instrument om te bespelen. We gaan straks naar het gesprek en dan heb ik een nummer klaar staan en dat heet De Blokhut. Vertel er daar iets over. Blokhut, ja. Daar is het voor mij eigenlijk allemaal begonnen. Blokhut 10. Dat is de geheime zenderstudio van mijn kameraden. En dat is vier fluiten met stuiten. En voor de jongens heb ik eigenlijk dit nummer geschreven. En dat was eigenlijk, ja, muziek is plezier maken, zeg ik. Maar het nummer is eigenlijk uit ondeugde ontstaan. Ja. Maar het klinkt gewoon zo mooi. Ik zei, die ga ik ook op het album doen. Het is tenslotte mijn album, dus ik maak er tussen propkop. Ja. Nu ben je al een hele tijd bezig he, met dit, wat we hebben een tijdje geleden al gesproken, he, dat je dus bezig was met dit album. En nu komen we steeds dichterbij, de morgen, het officieel release. Is het een beetje spannend? Begin je een beetje nerveus te worden?
Nee, spanning. Ik heb wel spanning, maar gezonde spanning. En ik zeg altijd van als je zenuwachtig bent of nerveus, dan lukt het niet. En spanning opbouwen, dat is een hele goede. Dat is gewoon, ja, je hoopt allemaal, tenminste, ik hoop natuurlijk dat het gewoon een hele mooie avond wordt, ook voor de mensen die te komen. En dat het gewoon allemaal een beetje goed loopt. Ja, daar hoop je op. Maar nee, ik wou dat de deur die je straks uitloopt, dat ik eigenlijk al op het podium sta. Zo graag wil ik. Ik ben niet meer te houden. ik wil er niet mee komen. Hoe gaat eventjes voor de luisteraars, hè, die er niet bij kan zijn, die in de buurt wonen weer. Hoe gaat het eruit zien morgen? Nou, morgen dan is, we gaan om 8 uur zeg maar, gaat het daar een beetje open. En dan is het echt nog met de ouderwetse geheime zender, die hebben ze echt aanstaan, die jongens. Die me daarbij helpen. En we hebben een vrij grote zaal, is het achter. En dat is waar we het podium hebben dan. Waar ook de kameraden, artiesten mee komen helpen morgenavond. Ja, en dan. Ik ga zelfs nog met een. Dat is Harold Veenhoven. Harold, die heb ik leren kennen van. Ook van het Drents Liedje Festival. En daar ga ik morgen zo nog een paar nummers live mee doen. Harold, die kan heel goed gitaar spelen. En dan gaan we nog sowieso ik met Mondo wel echt, gaan we los. Ja. Wat ik ook zag staan, dat nummer Dat Wereld is, wat we het in het begin over hadden, wat op de album staat, hè, dat is ooit een B-kant geweest van een singeltje van moeder, hè? Ja, klopt. Omdat het allemaal op vinyl, die stonden mooi op vinyl en dan niet op de cd. Dus ik denk, die ga ik dan ook op het album zetten. Ja. Zodat ik het toch heel divers krijg. Dat, dat wordt morgen een andere drukke avond, denk ik. Ja, dat wordt zeker een drukke avond. Maar we verwachten ongeveer, ik ben een heel simpel persoon. Ja? En ik ben nu al bevoorrecht dat ik weet dat er zoveel mensen komen. Van natuurlijk wat je bekende, dat weet je. Ja. Maar ja, ik vind dat toch nog steeds wel heel erg bijzonder. Daar ben ik echt heel eerlijk in. Maar we verwachten tussen de 2 en 2,500 mensen. Ja. Dat gaat er echt komen. Dat is toch fantastisch. Ja. Maar het is ook een bepaalde trots, hè, als je toch zo'n album kunt presenteren. Want ja, welke zijn maar weinig artiesten die heden te dagen nog een album presenteren? Ja, nou ja, ik weet je hoe het eigenlijk het ontstaan van een album is eigenlijk gebeurd door. Ik had vorig jaar is gezin uitgekomen en toen mocht ik ook bij jou in de uitzending, wat ik hartstikke leuk vond. Ja. En ik heb een hele goede band met de studio waar ik opneem. Dat is gewoon echt, we zijn eigenlijk meer hele goede kennissen, vrienden geworden. En de vader daarvan is plots overleden. En toen had ik zelf ook met een nummer uitbrengen. Ik zeg nou, maar dat is meer dan muziek maken. Ik zeg, ik ga wat verder schrijven en dan maak ik me daar gewoon een album van. Ja. Want dan moet je zulke dingen niet meer willen. Ja. En vandaar dat het een poosje heeft geduurd. Maar vandaar dat nu dat album er komt. Ja, jouw hart heeft ook altijd een beetje gelegen, in de piratenmuziek, ook in het piratentijdperk, hè, want piraten bestaan niet meer tegenwoordig, in internet, maar daar ligt jouw oorsprong een beetje, hè? Ja, ik vind dat gewoon prachtig. Ik zat eerder als snotneus, zat ik al op een kratje bier, bij wijze van spreken, bij de zender te draaien. Dat vond ik helemaal het einde. En dat vind ik nu nog mooi. En maar ook die oude muziek en Kameraad. Ja. En de nieuwe nummers, zeg maar, die ik echt nu zelf heb ook gemaakt heb, dat is allemaal ook in het piratenstijltje. Ja. Want Kameraad, als je morgen zult horen, dan daar zitten de koebelletjes weer in en het basbotje zit erin van de voortaak. Ja. En het is eigenlijk op, ik ben heel erg fan van Harm Wierstra, dat is ook nog eens een plaatsgenoot van mij. En daar heb ik me toch heel erg door laten inspireren, want ik wil gewoon die oude sound. Ja. Ik ben niet iemand die denkt van, nou nu moet ik dit nummer schrijven, van dan ga ik de volle zaal ermee trekken. Nee, ik ben gewoon Wim Drenthe. Ja. En ik maak mijn eigen nummers wat ik heel erg mooi vind. En als een ander dat leuk vindt, nou, dan heb ik geluk. En als ze het niet leuk vinden, nou ja, jammer. Ja. Ik doe mijn eigen ding. Moet je dan zeggen, die nuchtere Drent? Ja, ik weet niet of dat nuchterheid is. Ik sta wel heel nuchter in het leven, absoluut. Maar ik ben niet. Ik ga niet inspelen op wat. Ja, dat ik denk van nou, dit moet wel eens wat worden. Nee. Nee. Ik heb die stijl heb ik en dat wil ik proberen aan te houden. Ja.
Daar gaat straks natuurlijk, als het album gepresenteerd is natuurlijk, Wim, daar gaat natuurlijk ongetwijfeld een heel drukke tijd komen voor jou. Weet je, links en rechts overal de promos en interviews doen. Kun je dat allemaal zo'n beetje combineren allemaal? Jawel. Ik ben daarin ook gewoon mijn eigen baas. En dat is gewoon hartstikke ook leuk om te doen. Maar ik heb een paar leuke optredens hierna weer. Ook voor promotie natuurlijk van album. Dat zijn gewoon leuke dingen. Yeah. En ik laat het gewoon op me afkomen. Ik zie het wel. Yeah. Kijken wat er gaat gebeuren. Ja, ik vind het natuurlijk, dat is natuurlijk wel een beetje spannend. Maar gewoon van, ik ben gewoon, als ik... ik heb de CD heb ik in de auto. En als ik dan rondrijd, dan luister ik gewoon. En dan denk ik van, wat deed die jongens? Dat heb ik zelf gemaakt. Dus ik ben er hartstikke trots en blij mee. Yeah. En ik hoop dat ik anderen daar ook, dat ik daar iets mee, ja, dat ze zeggen van, jee, dat is mooi. Nou ja, dan is een missie geslaagd. Als er nog mensen bij jou in de buurt wonen die meeluisteren, kunnen ze nog terecht morgen of niet? Ja, zeker. We hebben wel op de flyers gezegd van vol is vol. We moeten natuurlijk geen ongelukken. Ja. Maar dus iedereen is welkom, zeggen we altijd. Ja. We gaan zo dadelijk weer de track draaien. We gaan dat nummer De Blokken draaien, Wim. Op de eerste plaats ga ik jou natuurlijk morgen heel veel succes toewensen natuurlijk. Het zal wel best een heel spannende avond worden. Ja, ik heb er zo'n zin in, dat wil je niet weten. Ik sta gewoon te stuiteren, joh. Weet je, maar het is gewoon heel veel. En dat mag morgenavond, mag ik dat laten horen. En dat is gewoon leuk. Ja. Zeg, dat een kind dit een surprise krijgt met Sinterklaas, zo ben jij. Ja, maar zo voelt het wel even. Het is heel apart, ja. Ja. Het is geweldig. Oké. Okay. Wim, morgen dus de presentatie van het album Kameraad. We gaan zo dadelijk de track draaien. Als er luisteraars zijn die sowieso al meer willen weten, informatie over jou, waar kunnen ze dat vinden? Nou, heel simpel. Gewoon op mijn Facebookpagina Wim Drenthe Artiest. En daar staat het meeste wel op. Dat staat er mensen op. En wil ze iets weten, sturen ze een berichtje, krijgen ze altijd antwoord van jou. Als er een bericht komt met een vraag, dan ben ik zo snel, zodra ik het weet, dan antwoord ik ook ja, daar ben ik heel open in. Nou, eerste plaats bedankt dat je vanmorgen hier live bij ons in de uitzending was. Heel veel succes morgen. Ja. En ter afsluiting van dit gesprek, een laatste woord van jou, richting al die luisteraars die meeluisteren. Zeg iets, dan ga ik dat nummer starten, Blokkert. Nou, ik wil jou in elk geval heel erg bedanken dat ik de promotie bij jou als eerste mocht starten. Dat vond ik hartstikke leuk. Ja. En voor alle luisteraars, ik hoop dat jullie de album die je wil hebben, hij is verkrijgbaar vanaf morgen. En ik hoop dat ik iets leuks heb gemaakt, dat jullie er wat aan hebben. Ja. Het gaat je goed en we spreken elkaar nog, Wim. Veel succes. Ja, zeker weten. En hartstikke bedankt. Ja, hoi. Doei, doei. Hoi. Er waren twee jongens die graag plaatjes wilden draaien.